De eerste stroming die in paragraaf 8.2 in bod komt is liberalisme. Uh, dit is uh, tegenwoordig ook nog steeds een van de belangrijkste politieke stromingen. En in dit filmpje zullen we eens even gaan kijken waar het liberalisme vandaan komt en wat de belangrijkste uitgangspunten van het liberalisme zijn. Eerst die vraag waar het liberalisme vandaan komt. Dan moeten we teruggaan naar hoofdstuk 7, naar de tijd van de verlichting en de democratische revoluties. Uh, in die paragraaf over de verlichting hebben we onder andere personen als John Locke en Adam Smith gezien. En um, waar zij het over hadden, dat uh, draaide altijd om individuele vrijheden. En uh, John Locke zei bijvoorbeeld dat uh, alle individuen bepaalde rechten hadden die de regering moest garanderen, die die uh, regering dus moest beschermen. En Adam Smith had bijvoorbeeld over uh, de individuele vrijheid die er in de economie zou moeten zijn. Nou ja, die ideeën van Locke, van Smith en nog veel andere verlichte denkers vormden ook de basis van de democratische revoluties. Zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd en de Franse revolutie. Bij die revoluties hoorden allerlei verklaringen en documenten. En hier zien we de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. en um, de Franse uh, verklaring van de rechten van de mens en burger. En eigenlijk zijn uh, deze documenten en die ideeën van Locke en Smith. Zijn Voorbodes van het liberalisme. Daarin zitten al een heleboel liberale ideeën. Want wat is dat dan, dat liberalisme? Nou, als je naar het woord zelf gaat kijken, dan zit daar het woord 'liber' in. En 'liber' is latijn voor vrij. En vrijheid is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van het liberalisme. De individuele vrijheid, de vrijheid van het individu. Want liberalen vinden dat wanneer iemand vrij is, hij zich zoveel mogelijk kan ontplooien. Iemand moet dus zo vrij mogelijk zijn om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen, zijn talenten te benutten. En als iedereen maar zo vrij mogelijk wordt gelaten om dat te doen, dan zal het niet alleen goed gaan met ieder individu, maar ook met de maatschappij als geheel. Dat is de overtuiging van de liberalen. En uh, de liberalen die hebben uh, vooral ideeën als het gaat op, uh, over de politiek en over de economie. En voor uh, beide aspecten gaan we even de belangrijkste punten op een rijtje zetten. Op politiek gebied vinden de liberalen dat er een grondwet moet zijn. Dat is uh, voor een liberaal uh, de basis eigenlijk van, um, van de staat, van de politiek. En in die grondwet moeten in ieder geval een aantal belangrijke zaken staan. Zo moet via die grondwet de macht van de koning beperkt worden. Ook de koning moet zich dus aan de grondwet houden. Daarnaast moeten er in de grondwet de belangrijkste burgerrechten staan. En die moeten gegarandeerd worden door die grondwet. En dan moet je denken aan rechten als de vrijheid van meningsuiting. of de persvrijheid. dat soort zaken. Dat zijn rechten die ieder individu zou moeten hebben. en daar mag niet aan getornd worden. En daarom moeten die in de grondwet komen te staan. Daarnaast vinden de liberalen het belangrijk dat iedereen gelijk is voor de wet. Iedereen moet voor de wet gelijk behandeld worden. Of je nou rijk bent of arm, man of vrouw, jong of oud, dat moet niets uitmaken. Voor de wet. Is iedereen gelijk? En een laatste heel belangrijk uh, politiek punt van de liberalen is um, de volksvertegenwoordiging. Het volk is er niet voor de koning, maar de koning is er voor het volk. En daarom moet er dus ook een vertegenwoordiging van het volk zijn die de koning controleert op zijn daden. Nou ja, er zijn nog wel meer politieke aspecten van het liberalisme te noemen, maar uh, dit zijn de belangrijkste drie en dan heb je in ieder geval een beetje een idee. Ook op economisch gebied moet er vrijheid zijn. Liberalen vinden particulier bezit heel belangrijk. Uh, particulier bezitten wil ook wel zeggen privébezit. Iedereen moet uh, het recht hebben om uh, zelf bezittingen te hebben, om zelf een bedrijf te hebben dus bijvoorbeeld ook. Om zelf productiemiddelen in handen te hebben eigenlijk. Daarnaast uh, vinden liberalen het heel erg belangrijk dat er vrijhandel is. En dan zie je, komen we ook weer terug bij uh, die Adam Smith uit paragraaf 7.1. Die we net op de vorige dia ook al zagen. Uh, Adam Swift pleit heel erg voor vrijhandel. Als iedereen maar in staat werd gesteld. Uh, om zo goed mogelijk te handelen. en zo goed mogelijk te werken. dan zou het uiteindelijk met iedereen beter gaan. Want ieder doet voor zichzelf en voor zijn familie. heel goed zijn best. En als iedereen dat uh, voor zichzelf doet. dan is dat uiteindelijk ook goed voor de hele maatschappij. want dan werkt iedereen heel erg hard. Dus er moet vrijhandel zijn. En dan komen we meteen bij het laatste punt terecht. De overheid. Moet zich dus zo weinig mogelijk met de economie bemoeien. Er moeten weinig regels opgesteld worden over uh, invoertarieven bijvoorbeeld en over tollen. Nee, dat zou de economie alleen maar verstoren. Laat de mensen maar gewoon vrij en dan komt het goed. Sowieso zijn liberalen heel erg voor een kleine overheid. Zij vertrouwen heel erg op het individu.